allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Ik ben hier in Oekraïne en ja, ik zou eigenlijk geen video maken, maar ik ben bij iets super boeiend, namelijk bij een beeropvang. Ik draai hem even om, kijk. Hier is hij, deze heet Julia. Oké, wat ze hier dus doen, ze vangen zielige beren op. En het zijn beren die mensen als huisdier hebben gehad in restaurants, in circussen. Ja, ze zijn helemaal gek hier geworden. En deze mensen die hebben dus verstand en die vangen die beren op. En die zorgen dat ze gewoon een goed nieuw leven krijgen. Want ja, die mensen in die restaurants, die gebruiken gewoon die beren voor entertaining. En ja, het is echt gewoon super idioot. Het is echt heel erg zielig. Ze zijn helemaal getraumatiseerd. En ja, we hebben net ook een man ontmoet hier. Die vertelt ons allemaal informatie. En ja, wat ze ook doen met die beren is, dan laten ze los en dan gaan ze allemaal honden trainen om op die beren te jagen. En dan denk ik echt van, ja, verzin een andere hobby, weet je. Je hebt tegenwoordig PlayStations, WhatsApp, je hebt genoeg te doen. En dan ga je alsnog zoiets belachelijks doen. Maar het is dus super boeiend om hier te zijn. En ik heb net ook die beren gevoerd. Ze waren echt heel blij met eten. Hoe ik me voel als ik eten krijg, zo waren die beren ook. Ze waren echt goed hongerig, weet je. Dus daaraan kun je zien dat ze er goed uit, dat ze zich goed voelen. Want als ik me niet lekker voel, heb ik ook geen zin in eten, weet je wel. Dan denk ik gewoon rot op met je patat. En zodra ik me lekker voel, dan kan ik me lekker brood eten. Dus ja, ze voelen zich heel goed hier. Ze zitten hier ook met allemaal vrienden bij elkaar in, hier in het bos. En het probleem is, omdat ze zeg maar hier zitten en al die tijd bij die mensen hebben geleefd, ja, dan kunnen ze gewoon niet meer zelf voedsel vangen, weet je. Als je mij nu in de natuur stopt, weet ik ook niet hoe ik een vis moet vangen met mijn handen. Dus ze worden hier gewoon gevoerd. Ze worden hier gewoon de rest van hun leven goed opgevangen. En sommige beren, als ze echt gewoon wel nog dat jachtinstinct hebben, dan worden ze gewoon weer lekker losgelaten en dan kunnen ze weer de natuur in. Maar ja, je kunt aan deze beer zien dat hij gewoon helemaal getraumatiseerd is. Want als ik zeg maar helemaal me vreselijk voel, dan ga ik ook zo heen en weer lopen. Kijk. En deze beer loopt de hele dag heen en weer. Ja, beter dat hij hier heen en weer loopt. Tussen in de schaduw, tussen de bomen. Dat hij gewoon in een kooi zit en niet heen en weer kan lopen. Want ze stoppen die beren ook gewoon in kooien en dat soort dingen. En ja, het is super goede opvang en ik ga nu weer verder, want jullie weten, ik heb natuurlijk het paard George. En George heb ik gekregen van John de Mol en ik ben nu met zijn zoontje op pad. Die is ook super aardig, het is echt heel erg leuk. En ja, we maken ook een programma en ja, dat gaan jullie dan ook zien. Ja, ik ga dus nu weer even de video afsluiten, want we moeten weer door. We gaan ook nog andere dingen doen, bijvoorbeeld naar Tsjernobyl en zo. Dat is ook echt heel erg ramp. Dat hebben jullie zeker ook, natuurlijk krijgen jullie dat op school of later krijg je het nog. Want stel je zit in de kleuterklas, dan leer je natuurlijk niet al dingen over Tsjernobyl. Dan speel je nog met blokken. Maar ik zal jullie nog een keer een andere video uitleggen wat we daar gaan doen. Jullie gaan alles terugzien. Ik ga misschien nog even wat wortels aan die beren geven en ik heb een random reader bij me, want ik ga natuurlijk geld doneren. Ik heb geen cash bij me, het is echt heel ander geld hier. Misschien kan ik gewoon donateur worden en als ik weet hoe ik dat doe, dan kan ik het jullie ook wel uitleggen. Dan wil ik tegen jullie zeggen bedankt voor het kijken. Deze vlog is gedraaid met een Huawei, dus niet zo mooi als de echte camera. Maar leuk dat je gekeken hebt. Doei! Doe een duimpje omhoog als je dit goed vindt voor die beren. En tot volgende week, doei!